Dit is DRS, de race show. Welkom bij de voorbeschouwing. Het is wel een circuit waar ik gewoon echt zeker wel 6 overwinningen heb. GP2 toen? GP2, World Series, hele weekend. Vrijdag 1, 2, 3, alles gewonnen. Kwalificatie, allebei de race gewonnen. 1 van de garde, 2 Hamilton, 3 Perez, toch? Was in Monza. Nee, 1 van de garde, 2 Petrov, 3 Hulkenberg. Maar die foto dat jij bij... Dat was in Zandvoort. Nou, je bent echt... Die foto met Hamilton en Vettel? Ja. Ja, dat is een Zandvoort geweest. Nee, met Perez, dat je in zijn nek spuit. Nee, dat is Spa. Oh, dat was Spa. Nee, was champagne. Jezus, slechte grap zeg. Maar, en natuurlijk ook met Via... Of met Via Wek heb je er ook... LMS. Toch? LMS. Via Wek, want ik kreeg corona, maar had die race ook gewonnen. Maar ik denk wel 5-6. Andere, ook met een keer met een classic auto hebben we ook gereden, hebben we ook gewonnen. Het circuit had bij mij wel licht. Wat voor classic auto dan? Die van David Hart. Die Cobra. Ja? Dat wist ik niet. Ik dacht alleen Goodwood. Ja. Heb je ook wel de vorige keer over horloges? Heb je ook nog een horloge van, toch? Ja, die ligt ergens. Die is gestolen toen. Ja. we gaan even voorbeschouwen. Is het een makkelijk circuit? Nou, hij ziet er heel makkelijk uit. Ja, daarom. Vraag en iedereen denkt dat het heel makkelijk is, maar het is een heel technisch circuit. Ja, dat dus zeg eigenlijk... je vaker. Wat bedoel je daarmee? Omdat het een combinatie zijn van bochten. Hè? Dus als je eigenlijk chicane 1 en chicane 2 pakt, dus zeg maar bocht 1, 2 en bocht 4, 5. Je komt natuurlijk aan met 350 plus, 340. En je wil natuurlijk zo laat mogelijk remmen voor de chicane. Maar als jij net iets te laat remt en je mist de apex bij 20... Nou ja, misschien een beetje overdreven. Bij een halve meter, dan heb je een hele slechte exit. Dan ben je gewoon kansloos. Je kan op eigenlijk... zo weinig verschil al, ja? Ja, want het circuit is heel erg smal in bocht 1 en 2. En het belangrijke is dat je ietsjes vroeger remt, dat je al dat moment meeneemt en dat je die apex haalt in bocht 1. Dat je een goede exit hebt voor bocht 2, uit bocht 2. Want je hebt dan ook weer heel lang recht stuk naar bocht 4, 5 weer. Dus het is echt een combinatie van laat remmen, maar niet te laat remmen. En vroeg op het gas gaan. In de eerste chicanes. Dan heb je de twee lessons, bocht 6 en 7. Ja, dat is een bocht waar een beetje camber in zit ook. Dus je wil hem snel en vroeg erin laten lopen. Altijd onderstuur heb je daar zo. Hoezo? Omdat hij naar beneden loopt? Ja, omdat ik weet niet. Het is een circuit wat altijd onderstuur is. Ik weet niet wat dat is. En vooral die tweede, daar zit zo'n dip in. En die dip is fantastisch. Het is echt heel raar wat het nu klinkt. Maar als je daar vroeg instuurt en je raakt net een beetje die curbs aan het begin. Er zit zo'n dipje in. Er zit ook een soort camber. Bij bocht 7. Bocht 7. Ja. En als je voelt een beetje precies. Nu zit ik goed. Dan kan je in één keer vol gas geven. En dan heb je ook weer een heel lang recht stuk erachteraan. Ja. Waar je natuurlijk ook weer een DRS-zone hebt met Formule 1. Ja, en dan heb je natuurlijk Ascari 8, 9, 10. Heel hard in laten lopen. Vroeg mogelijk op het gas gaan. Het tweede gedeelte is makkelijk vol gas. En dan de laatste bocht. Is eigenlijk best wel een snelle bocht. Wel een moeilijke bocht. Hele moeilijke op bocht. Op de PlayStation altijd. Heel moeilijk, ja. Omdat je laat wil remmen. Maar je wil hem ook niet dood remmen. Je moet vroeg van de rem af om zo hard mogelijk erin te laten lopen. Maar en het je is moet altijd moeilijk. Ook weer vroeg op het gas gaan. Omdat je ook weer een lang recht stuk erachter hebt. Maar het raar is als ik wel eens PlayStation dan Monza doe. Je wordt uitgenodigd om... Je denkt dat je hem keihard kan rijden. Is dat in een echte auto ook zo? Is ook zo, omdat je denkt... Er is geen makkelijk uitlooproute. Je kan hem heel hard erin peren. Ja, 4-5 denk je bijvoorbeeld... Nou, die kan, weet je, met een beetje juiste insturen red ik die wel in één keer. Maar het is ook een circuit wat natuurlijk... Ja, omdat je heel veel lange rechtstukken hebt naar die bochten... is het belangrijk dat je ook weer een goede exit meeneemt. En dat je heel veel speed meeneemt op het rechte stuk. Want als je daar gewoon een goede exit hebt, dan win je altijd weer... Ik wil 1, 2, 3 tiende op het rechte stuk. Dus dat is natuurlijk veel tijd. Ja, ja, nou, we zeiden net al, hè, dat want Max die won... Nee, vorige ging niet door, toch? Oh, nee. Dat was Imola. Met die overstromingen? Ja, dat was Imola. Dat was Imola, ja. Nee, Max dit, won dit jaar Imola, man. Dit jaar was overstroming Imola. Was dat dit jaar? Jezus, gaat het snel, man. Nee, dat maakt niet uit. Vorig jaar... Max achter safety car. Ja. Ja. Ja, die heeft gewonnen toen. Nick de Vries heeft natuurlijk vorig jaar meegereden nog. Die werd daar 9 in de Williams, twee ja. punten. Dat was natuurlijk spectaculair dat hij in één keer vrije train 3 in moest stappen voor Albon. En die zette dat ding P6 op de grid. Vervolgens 9e geworden. Dat is natuurlijk helemaal gesloopt naar de race, weet je nog? Zijn beste kwaliteit, zijn beste... Kwalificatie en beste race die hij ooit gedaan heeft. Ja, die kon niet meer inderdaad. Dat zei je toen nog. Dat is helemaal op, ja.
Maar het is een circuit, ze zeggen altijd dat het moeilijk inhalen is. Nou, Max Verstappen heeft het vorig jaar laten zien dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Mm-hmm. Maar die Red Bulls zullen daar ongekend snel zijn. Want die hebben gewoon een voordeel dat ze ten eerste gewoon snel zijn op het rechte stuk. En ze hebben heel erg voordeel met de DRS. Dus als zij de DRS openklappen, hebben ze een truc. En dat heeft eigenlijk bijna niet, heeft niemand. Dat ze daar heel veel efficiëntie in hebben. Dat ze die auto op een juiste manier pitchen. Dus dat betekent dat die auto lager gaat. En heel efficiënt de airflow is. Mm-hmm. Daarom lopen ze altijd super hard met DRS open op het rechte stuk. Ik wist helemaal niet dat ook nog zo'n verschil maakte. Ja, ja. Ik dacht gewoon DRS is DRS. Heb je geen voordeel mee. Klepje open. Ja, maar de kwalificatie gaat natuurlijk voor hun... daar wil je natuurlijk vooraan staan. En Max gaat natuurlijk voor die 10e overwinning op een rij. Ja. En als je kijkt naar ik vind Monza altijd... Ik verwacht er altijd heel veel van. En dan de eerste bocht. Dan gaat het klaar. Ja. Het is echt die eerste bocht en dan... Oh. Ja, maar de eerste bocht is wel spannend. Ik heb dit jaar natuurlijk Monza ook gereden. En daar hebben we nog volgens mij een mooi beeld van. Je zei ook net, ja, als je de apex mist... Ja. Guido dus, vorige maand gewoon... Ja, dat is wel echt... Over PlayStation gruwelijk. Gesproken. Ja, maar dat was ook echt gruwelijk. Want we zaten met z'n drieën naar bocht 1 en niemand die gaf het op. En ik zat echt aan de binnenkant. Dus ik zat net voor bocht 1. Ik zei, shit, wat moet ik doen? Want het was of we knallen met z'n drieën tegen elkaar aan, of ik ga over de curbzone, of ik snij gewoon af. En dat heb ik dus gedaan. Ja, maar even serieus. Race control? Niemand gezien. Maar dat staat toch nergens op? Je pakt zo vier... Dat is gewoon een zwarte vlag gewoon. Eigenlijk wel, ja. Dus eigenlijk, shit, dat heb ik niet moeten vertellen. Wordt gewoon stom. Afgepakt straks. Ja. Nee, maar... Ik reed van 9 rondjes van PL naar 1, hè? Ja, maar dat was ook zo mooi. Want jij hebt, je hebt 3 weken lang in die podcast lopen zeggen van PL naar P1. Ik denk, ik heb natuurlijk wel respect voor je, maar dit is weergaloos. En ik kijk die beelden. Ja, je rijdt er 8 voorbij in order af te snijden. Nee, het waren er maar 2. Het waren er maar 2. En 5 seconden. Ja. Ja. Nou ja, het was... Het is om even terug te komen naar het circuit. Het is echt een vet circuit. En eigenlijk, vooral de Italiaanse fans, die zijn zo enthousiast. Die zijn zo gepassioneerd van Formule 1. Ja, daar zou ik nou wel tussen willen staan. Gruwelijk. Die doen geen wave, hoor. Gruwelijk. Nee, maar die zijn... Ik weet niet wat dat is. Als je daar aankomt, het gevoel al... De trotsheid op de Ferraris. Ja. Andrea Bocelli op de tribune in plaats van dance music. Ja, ik moet naar Monza, man. Dat is mijn land. Ja, dat moet je echt doen. Dat is echt heel vet. En daarnaast, de beste pizza tent zit in Monza. Ja, joh. Hoezo ja, joh? Van heel Italië, hè? Oh, ik dacht... Nee, maar echt, ik bedoel, ik heb veel pizza's geprobeerd in Italië. Ik heb natuurlijk heel veel dagen gekart en er komt nog steeds best wel veel in Italië. Ja. Maar de beste pizza's... Van de wereld, durf ik wat te zeggen, zit in Monza. Maar is dit... Superdun, heel groot. Dat is echt is dit Guido top. Van der Garde die het zegt? Of is dit Ranked? Alle rijders komen daar. Hoe heet het dan? Ja, moet je het echt weten? Ja, tuurlijk. Weet je kan niet... zijn mensen nog op zomervakantie? Okay, maar luister, als mensen erheen gaan, ik ga het nu voor je opzoeken. Is het ook betaalbaar? Die pizza die is wel iets duurder dan normaal. Maar Guido van der Garde duurder of Joost Hofman duurder? Nee, het is echt wel gewoon goed te doen. Even kijken, waar zitten we? 2021. Ik heb hem ooit een keer gekregen. Hoe ben je er teruggekomen? Ja, ik kwam daar vroeger al. Ik was de naam vergeten. Alleen Max die heeft het nu mij doorgestuurd. Hier, dit is hem. Al Anbik. Waanzinnig. Echt niet normaal lekkere pizza's. In Monza. Ja, hij heeft ook een 4.3. 4.2 bij mij. Oké, Al Anbik. Ja, Al Anbik. Dus zeg maar op zijn... Al-ANBIQ. Saoedi's, zeg maar. Ja. En er zit nog een andere tent, die heet Orso Bruno. En die is... De pizza is niet zo goed, maar om te eten wel heel goed. Pizza is niet zo goed, om te eten wel goed? Het eten is wel goed. Ah, oké. Okay. We hebben hier 4.2, ja. Ja. Even kijken, Lorenzo Bisconti zegt... Onbeleefd, boekt voor 8 personen en toen konden we niet eten, nooit meer. Francesco zegt, de enige pizzeria die in 2023 geen kleine honden accepteert. Ja, maar ja, wie gaat er met zijn honden naar de pizzeria? God, man. Alright, dus als mensen nog zijn, Al Anbik, dus Al-ANBIQ. Dan kun je volgens Guido de beste pizza... Echt, en er zitten ook alle rijders, die gaan echt, alle rijders die komen daar. Ja, ja, voor de mensen die nog trouwens nu denken, hè, waar hebben die jongens het over? We zijn aan het voorbeschouwen op de Grand Prix van Monza. Leuke tip, toch?
Ja, ik vind het een leuke tip. Ja, ik heb alleen tips voor Bergamo. Voor de lekkerste witte wijn in Bergamo. Oké. Okay. Maar we gaan niet over voetbal hebben. Nee, maar het is een half uurtje rijden van Milaan. Ja, nou ja. Of van Monza bedoel ik. Oh, zo. Ja. Oké. Okay. Hey, en Ferrari... we hebben genoeg pizza's nu. Wat is er? Zit je... Begint die gewoon zeggen over Bergamo. Gaan we over Monza hebben? Ja, dat is een half uurtje rijden. Oké. Okay. Okay. Jij zegt ook altijd al die clubs hebben Milaan en zo. Ja, dat klopt. Ik ga ook al naar Milaan. Ja, ik naar Bergamo, dan heb je goede witte wijn. Maar als je wil stappen in Milaan, moet je naar Just Cavalli gaan. Dat is echt de place to be. Is dat van die D'Ambrosio? Nee. Of van, hoe heet die ook weer, Luzzi? Just Cavalli? Ja? Nee. Just Cavalli is een brandnaam, weet je wel, waar je ook kleren kan kopen en dat soort dingen. Maar je hebt een club in een park. Dat is een buitenclub. Ja. Hij is echt heel vet. Ik ben dus laatst ook geweest, want wij hadden natuurlijk laatst ook een race in Monza. Dan ben ik op zondag daar gestappen. Dat is een geweldig leuke avond. Zullen we het weer even over racen hebben? Ja. Ja. Monza. Ferrari natuurlijk best, of best, gewoon een klote weekend. Tifosi noemen ze toch? Die, ja, die Tifosi. Ja. Ja, ja. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Dat altijd. Ja. Ferrari een slecht weekend gehad met Sainz vijfde en een retirement of the car van Leclerc. Maar dan komt Monza eraan. Hoe belangrijk is dat voor die Italianen? Heel belangrijk. Hoe groot is de druk nu in Maranello? Heel groot. Fred Vasseur heeft kort gesproken afgelopen weekend. Maar je ziet wel dat de druk steeds meer toeneemt. Want als je toch ziet... veel teams hebben vergeleken met vorig jaar echt wel een stap gemaakt. En je ziet een beetje dat Ferrari iets minder geworden is. En vorig jaar was natuurlijk een super pace op de kwalificatie. Ze waren echt een beest waren in de kwalificatie. In de race vielen ze vaak terug. Maar nu in de race is het eigenlijk hetzelfde dan vorig jaar... En de kwalificatie is minder geworden. Dus ik vind niet echt dat ze een stap hebben gezet. Maar je had jij wel verwacht met Vasseur. Ja, maar het komt ook wel. Want dat heeft hem ook uitgelegd. Hij zegt, luister, je komt in zo'n team terecht. Alles staat daar en is daar al. En om dat allemaal te gaan veranderen, kost gewoon tijd. En je moet ook eerlijk toegeven dat Fred echt de tijd moet krijgen. Want hij is wel de man op de juiste plek. En hij moet gewoon goede mensen gaan binnenhalen. En dat gaat natuurlijk over een goede technisch directeur, goede designers. Die wil hij ook allemaal vervangen? Nou, hij gaat zeker wel wat dingen gaan vervangen, ja. En hij moet ook gewoon intern gaan kijken van wat niet goed is, wat wel goed is. En dan gaat hij natuurlijk analyseren. En vervolgens gaat hij daarmee aan de slag om daar een stap in te gaan zetten. Dus voor volgend jaar moet hij in ieder geval... een betere auto maken. Ja. En in ieder geval dit jaar moet hij al wat mensen links en rechts zien weg te trekken. Dat doet hij nog niet echt, toch? Nee, hij is heel lang bezig geweest met de technisch directeur van Red Bull. Ja. Maar dat wordt gewoon wel echt heel moeilijk om die weg te kapen. Wat verdienen die gasten, denk je? Zo. Veel geld. Ja, ja. Joh, maar ongeveer. Een miljoen plus, denk ik. Ja, want dat zijn natuurlijk de key gasten. Ja, die designen heel die auto, die bedenken alles. Die vind ik nog best weinig eigenlijk dan. Ja, vind ik ook. Ja. Dus eigenlijk moet je die gasten nog meer verdienen. Dus en soms worden ze wel weggekaapt omdat ze dan gewoon ergens anders meer geld gaan verdienen. Ja, maar jij zegt, hè, je wil altijd nog in je carrière in het rood rijden. Is dat nu ook wel het geval, als je kijkt naar Ferrari nu? Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk voor aankomend weekend wel gaaf, zag ik vandaag. Een nieuw pak. Oh ja? Met geel en zwart. En, dat was vorig jaar ook, toch? Ja, ook, maar dat is nu zeg maar echt zwart, geel, rood hebben ze. Dat ziet er wel cool uit. En ik denk dat ze het nog wel eens heel erg goed voor elkaar kunnen hebben. In Monza. Hoezo? Omdat het circuit is wat ze wel ligt. Want als je terug gaat kijken naar Spielberg, gaan ze ook altijd heel erg hard. Het is een beetje hetzelfde type circuit. Ik bedoel, je rijdt in Spielberg. In Oostenrijk rijd je natuurlijk iets meer downforce dan Monza. Mm-hmm. Ze hebben een hele goede tractie de bocht uit. Dus dat betekent voor bochten 1, 2, 4, 5, 7 is dat echt een key. Nou, als je die goede tractie daar goed kan benutten en je hebt veel snelheid op rechtstuk, wat we echt wel gezien hebben dit jaar, dat ze echt snel zijn op rechtstuk, gaan ze denk ik echt wel meedoen voor het podium. Podium zelfs? Ja. Alright. Maar nog even terug naar Vasseur, want die kom jij dan tegen. Hoe komt hij op jou over? Gestrest of... Nee, hij was wel relaxed. Hij had een goede vakantie gehad. Hij is lekker met de familie weg geweest. Hij zei dat de vakantie eigenlijk veel te kort was. Ja, dat snap ik. Want, hij en zijn familie konden maar 2 weken weg. Ja, dan moet je weer aan de bak. En tuurlijk, er is druk vanuit bovenaf. Er is druk van de fans. Hij moet het snel voor elkaar krijgen. Maar geef hem gewoon de tijd. Geloof mij dan maar, hij zit daar goed op zijn plek. Hij moet gewoon wat goede mensen ergens weg zien te halen. En dan weet ik zeker dat Ferrari wel weer boven komt drijven. Of goede mensen halen. Je zei in het begin van het jaar dat Hamilton gaat tekenen daar. Ja, daar is hij nog steeds mee bezig. Alright. Maar het is toch geen goede... Ja.
Waarom niet? Het is toch nieuw vers bloed? Nou, ja. Hoezo? Ja, ik weet niet. Ik denk dat voor de Italiaanse fans, voor Vasseur, voor mensen binnen het team, er komt wel echt een grote jongen binnen. Nee, dat zeker. Dat zeker. Maar ik vind het gewoon een beetje, ja, een beetje een mismatch, vind ik het. Mm. Had ik ook met Vettel trouwens, hoor. Had ik ook met jou op je tribune. Dat je niet in je oranje zat en wel in je zwart. We gaan naar het Gassan Diamantje van de week. Het Gassan Diamantje van de week hadden we Zandvoort. Weet je nog wie we hadden? Albon. Ja. Nou, dat... Ja, ik kan wel zeggen dat... gekwalificeerd. Ook goed gereest. Toch in de punten geëindigd. Ja, wat is het, 9, goed weekend. Nee. 8. Waar is hij nou geëindigd? Volgens mij ligt hij voor je, maar... Nee, dat is Monza. Die, omdraaien. 8e. Ja, 8, ja. Precies. Ja. Ik vergeet soms nu dat we... Oh ja, we hebben ook YouTube. Sorry, YouTube. Excuses. Ja, we zitten net voor de derde keer. Zitten we zo vierde keer? Ja. Nee, vijfde keer al, man. Dat is ook YouTube-kanaal. Dus je moet af en toe gewoon in de camera kijken. Dat het staat ook helemaal donker, die camera. Ja, dus weet ik. Maar misschien moeten we ook gewoon meer zo gaan zitten en de camera doen. Maar het is ook, als je gesprekken hebt, heb je natuurlijk zo'n gesprek en niet met de camera. Ja, maar voor de luisteraars... En dat is heel erg lastig en moeilijk. Zelfs als ik een interview moet geven... of een stand-up moet doen voor de camera. Dat vind ik heel moeilijk. Want je moet constant naar zo'n camera kijken en ergens op concentreren. Vind je dat moeilijk? Ja, omdat je toch... Want af en toe kijk ik je weg. Maar als jij praat, kijk je aan en kijk ik je daarin. Kijk je aan en kijk je daarin. Ja, maar is toch anders dan een stand-upper? Nee, maar stand-up is maar gewoon constant recht kijken naar de camera. Ja, maar dat is ook een hele andere tekst. Weet je, maar dat is heel moeilijk. Vind je? Je moet constant blijven staren. Eigenlijk moet ze gewoon zo'n smiley erop zetten voor de bovenkant. Dat je gewoon vrolijk van wordt of zo. Dat je daarna kijkt. Ja, of dat kun je gewoon uit jezelf halen. Het Gassan Diamantje van de week. Nou, Alban hadden we, dat is goed. Wie wordt het Gassan Diamantje van de week van deze week? Nou, ik vind dat wel toch wel dat we een Ferrari coureur moeten pakken. Leclerc. En ja, dan doe ik Sainz. Oké. Okay. Ja? Ja. Puur omdat Monza, Italië, rood Ferrari. Ja. Ik Sainz, jij Leclerc. Ja. Dan hebben ze het Diamantje van de week. Er komen nog... Nou, trouwens, dan denk je dat hij hem wint, toch? Nee. Hoe kan hij nou die... Dat doe jij dus vaker. Dan kies je het diamantje van de week. En dan zeg je niet dat hij wint. Nee, want we mogen geen Max Stap kiezen met die Gassan diamantje. Dat mag wel. En we mogen met Gassan diamantje. Jij weet elke keer Gassan, vergeet jij. Want dat is onze sponsor van de podcast. Ik zei 3 keer Gassan. Oké, sorry. Ja. Ja. Maar in ieder geval... leuk ook, David. Ja, leuk, man. Ja, dat hij ook er was met de hele familie. De die zijn zo enthousiast. Ja. Zijn die ook leuk, interessant wordt. En die zoon ook, Guy en zijn dochter. Ja, geweldig is dat. Ja, echt geweldig. Ja, maar top 3? Nee, jij zegt, hij gaat hem niet winnen, maar hij wordt wel diamantje van de week. Ja. Ik zeg, Sainz gaat hem winnen. Nee joh! Ja, maar dan is het diamantje van de week. Ja, ga jongen. Je dan volgende week met een rode jas zitten? Echt? Nee, Max gaat hem winnen, maar Sainz tweede. Max gaat 10e overwinning achter elkaar behalen. Het is een nieuw record. Dus Will Buxton denkt dat hij dit seizoen ongeslagen blijft, hè? Wauw. Nee, dat kan niet. Ik zei, who's gonna stop Max? No one. Ja, maar ik denk dat hij wel zeker die... Nou, goed. Ja, weet je. Nu gaat hij pakken. Dus hij pakt dan een 10 overwinning. Maar Singapore is toch wel weer iets anders. Ja. Maar goed, daar kunnen we later over hebben. Want dan hebben we, nu gaat het natuurlijk Monza in. Over 3 weken. Maar in ieder geval, Max Stappen gaat winnen. Perez wordt tweede. Leclerc wordt derde. Ah, oké. Okay. En Albon komt in de top 5. Ja? Ja, maar dat ding is kanon op het rechtstuk. En die Alfa Tauri? Die hem lossen? Ja. 15 of zo. Ja, geen punten. Mooi. Nee, nee. Ik zeg 1 Max. En dan 2 Sainz. En dan 3 weer Gasly. Nee, man. Oh, Monza gaat hij weer. Denk je dat het gaat regenen? Ja. Het is noodweer in Italië nu. Ja, nu, maar niet aankomend weekend. Ja, weet je niet, denk ik wel. Het zal wel lachen zijn. Dus nog 1 keer top 3. Dus 1. Verstappen. 2. Perez. 3. Leclerc. Je zei net toch 2 Leclerc. Nee. Oké, dan zeg ik Verstappen, Sainz en Gasly. Alright. Dan zijn we er. Ja, blijf ons volgen op YouTube. Ben jij dit weekend in de studio? Ja. Nee. Echt? Ja. Je moet even een bosje bloemen voor Denise meenemen. Als je straks naar huis gaat. Ik ben 5 weken op vakantie geweest. Ja, maar... Ik ben de hele week thuis, en 9 vrienden.
Nee, ik ben een paar dagen ook bij de Alali geweest. Ja, oké. Okay, maar je hebt, ze heeft 5 dagen die kinderen... Neem gewoon een bosje bloemen mee. Ik ga er zo in halen, ja? Ja, schat, hartstikke goed. Ik kom zo meteen met een bosje bloemen thuis. Hartstikke goed. Oh, deze uitzending is donderdag, hè? Ja, daarom is hartstikke goed. Lijkt nog spontaner. Dus je moet eigenlijk gewoon... Ik ga jou nu een bosje bloemen meenemen en dan donderdag nog een keer. Ja, dat kan ook. Ik ga je de romantiek van het leven leren. Dit was DRS The Race Show. Bedankt voor het kijken en luisteren natuurlijk. Kijken zeg ik erbij, want het zit tegenwoordig op YouTube. Daar kan je ons volgen onder DRS The Race Show. Nou, kijk even naar de camera. Veel plezier met de Grand Prix van Italië, Monza. En die gaat die pizza eten daar, jongens. Oh ja, als ga je daarheen gaat, en ga die pizza eten. En stuur even een fotootje op. Als je daar nou op vakantie bent, dan ga een pizzatje eten en eet smakelijk. Is dat alles wat je kan bedenken? Dan zeggen we ciao, arrivederci. Oh ja, grazie ragazzi.